Binnen Agrifirm werken we aan een varkensstal die voldoet aan de toekomstige aangescherpte emissienormen. Basis van het concept is een varkensstal met optimale hokindeling, ondiepe mestkanalen en een rioolsysteem waarbij de mest frequent uit de stal wordt gespoeld. Centraal staat een integrale aanpak, waarbij de uitstoot van ammoniak en methaan wordt aangepakt bij de bron. Door de verdunning en snelle mestafvoer nemen de emissies in de stal extra af. We zijn hier op het vleesvarkensbedrijf van de familie Egelmeers in Wanrooij. De familie Egelmeers heeft hun stallen ter beschikking gesteld aan Agrifirm om daar onderzoek te mogen doen naar het ontwikkelen van bouwstenen voor een innovatief, duurzaam stalconcept. En hoe het proefconcept eruit ziet en hoe de hele installatie werkt, wil ik u nu laten zien. We zijn hier in een lege vleesvarkensstal waar een proef in wordt gedaan. De spoelvloeistof wordt aangevoerd met een installatie voorzien van een membraanventiel, volautomatisch gestuurd. De vloeistof valt onder in de mestkelder. Elke 2 à 3 dagen wordt de verse mest met de spoelvloeistof afgevoerd met een rioleringssysteem naar een opslagput buiten de stal. We zijn hier bij het centrale hart van de totale installatie. De besturingskast voor de volautomatische bediening, de monitoring, maar ook voor het bij kunnen stellen van het hele regelsysteem. Voor de volautomatische aan- en afvoer van de vloeistofstromen in de stal maken we gebruik van elektropneumatische systemen. Hier zien we een blok voor de aanvoer en hier een blok voor de afvoer van de vloeistofstromen. Voor de afvoer van de verdunde verse mest uit de afdeling wordt een rioleringssysteem gebruikt. En in de centrale gang zijn daar luchtbediende afsluiters voor gemonteerd. De verdunde verse mest komt uit de stal, wordt via een verdringerpomp aangevoerd via een leiding naar deze trommelscheider. De mest gaat naar de voorkant van de mestscheider, valt daar uit de buis op het filterdoek. En het filterdoek zorgt ervoor dat de gier afgescheiden wordt van de verse mest. En de dikke mest gaat een rol vormen, komt uiteindelijk aan het eind van de trommel uit de mestscheider, valt in een opvangbak. Vanuit die opvangbak wordt met een tweede verdringerpomp die verse verdikte mest naar voor het bedrijf afgevoerd en gaat dan met een tankwagen afgevoerd worden naar een biogasinstallatie. Het is erg belangrijk dat de mestscheider goed blijft functioneren. Dat doen we door 1 keer per dag met water het filterdoek schoon te spoelen en 2 keer in de week met schoonmaakazijn het doek te ontdoen van de eventueel af te zetten zouten. De dunne fractie die uit de trommelscheider komt, valt in een opvangbak. Vanuit die opvangbak loopt die in deze bak hieronder. We zijn hier aangekomen in de ruimte van de meststripper. In de meststripper wordt de dunne fractie omgezet naar verdunningvloeistof. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de warme ventilatielucht uit de stal. Met de ventilator wordt die lucht naar beneden gedrukt, komt dan uiteindelijk in de ruimte onder het filterpakket. Over het filterpakket heen wordt de dunne fractie gesproeid. Door een intensief contact tussen lucht en vloeistof verdampt een groot gedeelte van het mestvocht en een groot gedeelte van de ammoniumstikstof wordt omgezet in ammoniak. En op die manier gaat de lucht verzadigd met ammoniak en waterdamp door de druppelvanger naar de ruimte voor de luchtwasser. En de luchtwasser zorgt ervoor dat de lucht gezuiverd naar buiten gaat, zodat een heel groot gedeelte van de ammoniak, geur en fijnstof wordt afgevangen door de chemische luchtwasser. De gestripte dunne fractie uit de meststripper wordt tijdelijk opgeslagen in deze opslagtank. Vanuit hier gaat hij dan uiteindelijk naar de stal. In verband met de proef is de tank bovengronds geplaatst. In een werkelijke situatie is ondergronds een mestkelder. De gestripte dunne fractie die dient als verdunningvloeistof, wordt met behulp van deze leiding en deze centrifugaalpomp weer teruggebracht naar de stal en in de mestkelders gezet, waar het weer dient als verdunningsvloeistof voor de verse mest. Binnen dit stalconcept streven we naar een emissiereductie van minimaal 95% voor ammoniak en fijnstof, 90% voor methaan, 50% voor geur, 40% mestvolumereductie. Naast deze minimale emissiereductie streven we ernaar om minimaal 40% van de dierlijke meststikstof om te zetten naar kunstmestvervangers.
De methaanreductie wordt gebruikt voor de productie van groene gas of groene stroom. De mest wordt opgewaardeerd tot organische meststoffen. Deze ontwikkeling en het onderzoek van de innovatieve stal in Wanrooij is tot stand gekomen mede dankzij het ministerie van LNV en Wageningen University and Research.